Peter Jansen had een oma die niet rijden en niet las. Die geen thee dronk en niet rustte, terwijl ze toch al 80 was. Ze had elastieke benen, was zo lenig als een kat. Meestal zat ze opgevouwen, ja, tenminste als ze zat. Stond het liefst de hele dag te dansen. Op een soort van springmuziek deed ze huppelgymnastiek. Peters oma Jansen. Peter werd zo moe van oma, was ze maar wat minder druk. Liep ze maar een beetje moeilijk met een rekje of een kruk. Oma riep, hij stopt nou even, oma nee niet weer op start. Oma kom nou toch eens zitten, oma denk toch om je hart. Maar oma bleef nog uren dansen. Haar schouders gingen naar de grond, haar billen draaiden in het rond. Peters oma Jansen. Eindelijk ging oma zitten, haar gezicht een beetje rood. Toen kon Peter haar iets vragen, oma ga jij nooit eens dood? Peter Jansen's oma lachte, doodgaan zei ze, ben je gek, dat is voor later. En ze legde gauw haar benen in haar nek. Ze stond het liefst de hele dag te dansen. Op een soort van springmuziek deed ze huppelgymnastiek. Peters oma Jansen.